In combinatie met de benodigde zuurstof in ideale mix zal zijn, om het zo te zeggen, zal de ontbrandingstemperaturen ervoor zorgen dat de olie spontaan ontbrandt. Dat ziet u ook niet meer. En wat u moet doen in zo'n situatie, is dat u rustig blijft, de deksel pakt, die heel voorzichtig op de pan begon. En als het echt niet anders kan, een gewone regenjas, ook al is het van kunststof, als u maar even de zuurstof kan weghalen bij de brand, de kraan van het gasfornuis dichtdraaien. Nou, in deze situatie kunnen wij nooit blussen, want de temperatuur blijft te hoog. Daarom gaan we over naar de tweede fase van onze demonstratie. En dat is wat er gebeurt als je een kopje water in de pan gooit. Hier zien we brand spontaan ontstaan in de pan. Je ziet gelijk alle brandbare stoffen en afvalstoffen krijgen een schoonbrand. Het gaat nog wel even niet lukken om echt uit te krijgen, want wij doen de gaskraan niet uit. We hebben nog een demonstratie van de hitte en het vet mogelijk omhoog komt. Zo ongeluk een beetje te water in de vuurpan gooit. Nogmaals, doe je het echt mooi. Goed kijken. Je ziet een kleine beetje tussen